kletsavonden. 3 weken lang genieten van Oeteldonk op zijn smalst. Kom je binnen en ik had totaal geen inspiratie en dan is het zo fijn. Dan loopt er naar boven en dan staan er een paar zenuwachtige kletsers. En godzijdank stond daar Ari. Ari, je kent hem, de oude kletser. De man die de humor aan zijn kont heeft hangen. De ene grap nog leuker dan de andere. En hij heeft me een paar grappen gegeven. En die wil ik nu gewoon even met u delen. Ari zit tegen mij als hij het podium opkomt. Dan moet je zeggen tegen de mensen. Oeh, is het warm hier. Drink maar gauw een glas op voordat verdampt is. Hey. Ja, ja, je lacht, hè. En op een gegeven moment staan we zitten nog steeds boven. En er staat fototoestel van onze fotograaf. En daar ging hij weer, hè, Ari. Hij zegt, fotograaf, maak je pasfoto's? Nee, al 11 jaar. Ja! En toen, dan denken we, we zijn klaar, maar dat is niet zo. Even kijken, wat had hij toen? Even kijken, er komt iemand de elektrozaak binnen. En nou komt hij. Wat een zooi verkopen jullie. Hoezo, meneer? Nou, daar staat het. Zooi niet. Ja, niet, hè? Nee, Arie, ik denk toch dat het bestuur goed beslist heeft. Maar wel fijn, Arie helpt mij wel mee met het schrijven van de aanspraak. Dat is het, hè? Dus, Leo van Gerwen, waar ben je? Ik wil, ja, daar staat hij. Ik wil jou bedanken voor weer 3 avonden het verzingen. Van de stallen en de smidsen. Ik heb het weer fantastisch gedaan. Dankjewel. Hey! Dat doet hij op innemende wijze. En dat doet hij goed. Ga ik iets vertellen over wat er bij de provincie gebeurt? Nee, ga ik niet doen. Zoveel gebeurt, mensen. Oh ja, wel mooi. Leo, even. Want daar is de charme van Leo. Ik stond daar met Kees te luisteren en op een gegeven moment komen Mireille en Rian en dan heet hij zijn rap en dan moet ik kijken hoe lenig die met de taal omgaat. Probeer te rappen, hè? En ze zijn met z'n tweeën, maar vormen een geheel. Schrijven doen ze niet, maar praten wel heel veel. Toen ik vroeg, hebben iets wat ik kan vertellen? Zinnen ze, ja, wij zijn Rian en Mireille. Het is een rijmelarij van lichtbevissen. Maar zoals gij denkt, daar gaat het om alleen. Je weet dat het goed zit, hè. Mensen, even, ja, je weet, hè. Ben er van mij gewend. Ik neem altijd even de krantdeur. Vandaag Stadsblad. Als je straks thuis komt, weet hij in de bus. Maar ik heb hem al. Dus je kunt even met de deur nemen. Oh ja. Is wel heel gaaf bij de slagerij Bossers. Dat is echt verrassend. Varkensvlees of oesters. 2 kilo voor een tientje. Voor oesters is dat niet duur. En daar bij de slager. Eens even kijken. Iets over jeugdprinses Genoa. Uit Dommelbaarsdorp. Ik vind het een mooie naam voor een prinses. Dat doet mij wel wat. Even kijken hier. Oh ja, dat is ook wel mooi. De autismeborrel helpt leggen van contact. Misschien iets voor Frank Wever. Ah, grapje, hè. Kameraar, joh. Hey. Was wel heel gemat. Ik vind dat trouwens ook een complimentje, want ik dacht heel even... want Frank is er niet. Is ook beter. Maar ik dacht heel even dat er een imitatie Frank stond. En dat is hij. En vorig jaar, ja, van Dartel. En vorig jaar, toen was hij wel luidruchtig. En nou heeft hij zich 3 avonden fantastisch gedaan. Ja, ja, ja. Hij leert, hè. Ja, zeker. Wel een heel... Dit kwam ik ook tegen. Maar hier kan je er hoeveel mee doen, mensen. Diarree, buikpijn of winderigheid. Let even op. Even kijken, hoor. Veel mensen... Komt het bekend voor? Plotse diarree. Oeps. Of buikpijn dwarsbomen uw dagelijkse plannen. Of winderigheid veroorzaakt onaangename situaties in het dagelijkse leven. Kennen we allemaal wel, mensen.
Als dergelijke klachten zich steeds meer voordoen, is de darm vaak geïrriteerd, dat je het weet. Experts spreken ook wel van, en daar komt ie, het prikkelbare darmsyndroom. Ja, we leggen uit wat deze typische symptomen kan veroorzaken. Met, en wat er tegen kan helpen, en dan staat er tussen haakjes en daar komt ie, bijvoorbeeld, chimea, prikkelbare darm. Nou, ik zal het kort houden. Onderzoekers van de Universiteit van Milaan hebben een bifidobacteriënstam gevonden. Ja. Die effectief kan helpen. De unieke B. bilinium MIMB, grote B, kleine B, 75. Maar, tussen haakjes, uitsluitend in chimea. Prikkelbare darm hecht zich als, en dat is lekker, hecht zich als een pleister aan de darmwand. En beschermt deze. Bestaande irritaties kunnen verdwijnen en nieuwe, en dat is zo lekker, worden vermeden. Ja, en wat kost dat? 16 capsules voor slechts €16,24, dat is niet duur. Nooit daarentegen zijn Kees, daar hebben er 30 van en dat kost nog geen €6. En dan weet je zeker dat je een week niet kan schrijven. Orthodox. De jury. Ik praat alleen namens de jury. Vooral niet namens mezelf. Heel belangrijk. Knoopt in de oren. Wat ik vertolk is puur en alleen wat de jury ervan vindt. 5 debutanten hadden we. En de jury zegt, het zou fijn zijn als er 4 volgend jaar weer mee zouden doen. Zijn er ook nog fans van die braai, of niet? Ik denk niet wel. Dat is ook wel leuk, heel sympathiek. Hij had er wel een excuusbrief gestuurd. En Huub heeft erop gereageerd als stagiaire. En die heeft hem geadviseerd om lekker carnaval in Leeuwarden te gaan vieren. En dat ben een stagiaire gebeurd. Hè? Gewoon goede adviezen, Huub. Dat kende je. De eerste klets. Erik hier. En Erik stond hier als wilde. Die wilde graag de nieuwe hoogheid presenteren. Dat lukt niet echt. Maar hij stond er weer als eerste. Hij ging werken bij de Wener XXXL. Dat was een leuk grapje. En waar ben je, Erik? Daar staat hij op het hukje. In de keuken. Ja, dat toch. Erik, Kees die vroeg, die had een vraag, of het mogelijk is om dat ontzettend lekkere, kekke, geile bruine jasje van jou te lenen, want hij wil op kampeervakantie. Dus, hè? Dat is toch mooi. Robert Omens, als tweede, debutant. Die kwam op als lid van de motorbende. En daarna een transformatie naar een zenuwachtige sollicitatiekandidaat hofkapper. Je kunt zeggen dat het een beetje een verwijfd type was. Hè? Dat wel. Ik moet zeggen, Robert, het was op het randje, jongste. En soms misschien net even eroverheen, hè? Een klein beetje. Maar ik zeg alleen wat de jury zegt. Voor mij kon het niet ver genoeg gaan. Er zaten goede, echt goede grappen in. Dat de peer ontvoerd zou zijn door 3 vrouwen. Dat is nog nooit gebeurd. Dat zou hij wel willen. Even kijken. Hier staat, en dat is belangrijk. De jury zegt, het was op het randje, maar het was een ontzettend goede klets. En je hebt een prima debuut afgegeven. Ja. Mark van der Heijden, meneer Den Hel, Mark, ja, op links. De Fabeltjeskrant, wij misten alleen, even kijken, de lieve kijkbuiskinderen. Die zat er niet in, maar goed. De jury zegt, blijf in je rol. Op een gegeven moment ging het een beetje uit. Het was een leuke klets en de jury, en ik ook, en jullie ook, wij vinden het altijd fijn om naar jou te luisteren. Dank. Ja.
net al Monietske. Die staat ergens achterin. Naast de beste vriend Frank. Ja, zie je dit? Even kijken. Oma Pipi. Opkomst. Kind van de duivel. Handpoppen had ze bij. Hè, van Peer, Kees en Riek. Een zeer vermakelijke en herkenbare klets. Veel zaalinteractie. Heet Henk allemaal opgeschreven. Hè? En misschien leuk voor jou, Monique, om te weten, er zat humor in. Joehoe! En er staat ook nog bij, Monique, een pareltje voor de kletsavonden. En daar wil ik nog meer aan toevoegen. Jij bent een parel van Roeteldonk. Ja. En toen hebben we een beetje andere dingen gedaan. En toen was het weer woensdag. En toen stond hier Robin Aerts. Voor de eerste keer, waar staat Robin? Ja, staat hij. Buschauffeur op rit 11. Leuke interactie ook weer met het publiek. De rotonde rijden. En dan zingen, ja, ja, het is weer feest. En hij stond echt, want ik heb daar natuurlijk bekeken. Hij stond echt, hoe heel de klet stond ik een beetje zo te sturen. Ja, ik vond dat wel mooi. Even kijken, Peer had pech met zijn dossiers, de kickforce naar de thuiszorg, het was allemaal erg leuk. En ook voor jouw geld, een zeer goed debuut. Fijn dat je mee bent, jongens. Ja. En toen Wimke Brouwers, een vastheid in het kletsen, als knillers, transgender. Even kijken, hij staat geren. Nou, dat kon we wel zien, hè. Hij had alleen zijn urkens had hij laten verkleinen, hè. Dat was het. En ja, hij ging op een gegeven moment ver, hè. Op een gegeven moment ging het over de staaf in de anus van Sander. Uitrecht, de jury moet daar nou, maar ja, dan zegt hij wel, ja, ik heb toestemming gevraagd. Maar ja, hè, als je dan Sander eerst helemaal zat voert en gevraagd dan iets... Ja. Ik vind dat toch ook op het randje, denk ik. Maar goed, de jury waardeert zijn inzet en humor enorm. Bedankt, Wim. Dank jullie wel. En toen het hoogtepunt. Nee, dat denk ik niet. Hier staat, en er staat verder niks bij, verkeerde klets op het verkeerde podium. Ik wil daar zelf toch iets aan toevoegen. Het podium is inderdaad niet bedoeld voor dit soort rare fratsen. Het is, ik heb gehoord dat ze ook nog blij zijn dat het op Facebook is gekomen. Nou, een beetje samen, maar weer in de rotskamer. Het ging erom dat ze 5 evenementen wilden hebben waar de prins bij is. Mensen, er is een beslissing geweest. En het is jammer dat hij nou niet bij is, anders zou ik hem daar gewoon echt zelf zeggen. Die is in het boerenparlement besproken. Ruim 2/3. Die was het helemaal mee eens dat de prins zoals het heurt. Want hij zei, de traditie is dat we met al die veurfeesten dat de prins erbij is. De traditie is sinds 1883 dat de prins, wij vieren carnaval omdat de prins 3 dagen naar zijn pronkje wil komt. En daar is het. En die traditie, die hebben ze teruggehaald. Daar is over gestemd. Democratisch. Als we daar na 4 jaar nog niet bij gaan neerleggen, dan ben ik een beetje ziek. Mark de Brem. Nou, het is ook een beetje triest voor de mensen die erna moesten, mensen. Mark de Brem moest daarna als huishoudster van Amadeo. En als je dan daarna het podium op moet en je komt dan met een pannenkoek op het hoofd. Ja, dat is toch ook wel weer leuk. En ik ben ook blij dat uw haar weer gewoon een natuurlijke kleur heeft, zo'n schip. Vorig jaar was het in één keer pikzwart, weet ik nog, ja. Maar het was wel weer een echte Mark de Brem klets. Heel veel woordgrappen, het ging weer in een tempo. En dan was ik nog aan het nadenken over woordgrappen en er waren alweer 11 woordgrappen verder. Dus ik heb ze niet allemaal meegekregen, maar het is jouw manier van kletsen. En er staat een vrolijk manneke. En de jury heeft ook daarvan genoten, dat je het weet. Van Erwin van Doel en een superheld uit het bierstelsel Jupiler. Die kwam hier met een bierfus, geloof ik. Even kijken, wat staat er? Oh ja, heel wat wel mooi was een lekkere duidelijke, vrolijke klets. Hij stond lekker onbevangen op het podium. Waar staat er? Achter staat hij, de winnaar van de Young Bokaal. Ook knap. Ja. Even kijken.
krijgen wat hij nog meer. Hij eindigde met een gedichtje. Dat is altijd leuk. Hij had een leuke, enthousiaste klets. En de jury en de zaal hebben goed kunnen lachen. En wij hopen ook dat je er volgend jaar weer bij bent. Ja! En zijn we weer een week verder. En dan is Johnny Hanning, die staat hier werkelijk als een ontzettend lekker ding. Waar staat John? Ach, helemaal een duksje, jongsje. Ah. Even kijken. Ik kwam hier op als Marie-Louise en dan nog wat, hè? Ja, dat is een mooie naam. Ik vond vooral de grap over de piccolo van Wimke Brouwers. Moet jou aanspreken hebben. Even kijken wat hij nog meer. Ja, van de Wenen groep. Het was gewoon. Nee, maar het is lekker dat er gewoon meer vrouwen meedoen aan de klets gaan. Een geweldig debuut, John. Dankjewel. En toen kwam Sjors van de A. Het sympathieke van Sjors. Waar staat hij, Sjors? Ook in het huis. Ja, daar staat hij. Hij komt uit Den Dungen. Ja, en dan word ik altijd een beetje week. Ik weet niet of jij weet waarom, maar ik hoop van wel van jou. Dus, het was een. Er wordt ontzettend gelachen bij jou. Echt. En je doet dat in een echt geweldige stijl, heel langzaam. Maar gewitte aandacht vasthouden, dat is heel knap. Maar, in Oeteldonk, ja, het is een maar. Er zaten wel enkele moppen bij die ik al kende, zeg maar. En nog nadeliger voor jou, de jury kende er nog meer. Maar, Sjors, we hebben echt gelachen. En ik hoop oprecht dat je volgend jaar weer hier bij ons bent. En dan zien we dat wat er uit Den Dungen komt, dat dat best mooi is. Hè? Rianne en Mireille Kasteleins kwamen hier het podium op. Als Priscilla en Samantha, weer twee vrouwtjes. Het was weer charmant, ik kan niet anders zeggen. Maar de jury zegt er wel bij. Duo kletsen is en blijft moeilijk. Dames, waar staan ze? Daar staan ze. Het is echt waar. Door de interactie die net te laat komt, is de timing die is net niet 100%. En dan gaan daardoor de grappen de mist in. En dat is zo jammer. Dus wij willen eigenlijk voorstellen, doe volgend jaar allebei alleen een gemeente. Maar het is makkelijker. Het is echt makkelijker. Dus het is een sport op zich. Ik vraag me af, hoe vaak is er een duo geweest dat gewonnen heeft? Er zijn er niet zo heel veel. Twee? Ja, Karel en Annie. Ja. Eén. Alleen Karel en Annie. Wat leuk. Ah. Ja, en daarna zijn ze gewoon nog bij elkaar gebleven, hè? Dat is ook mooi. Ja, ja, het heeft wat kruim gekost daar niet, maar, hè? Ja. Dat is Karel eigenlijk. Hij stond in de... Bij de vrienden. Achter hem. En toen als laatste Frank Damen als de darter Mighty Mike. Ja, waar staat hij? Frank? Ach, het weer haar. Dat is een hele gestelde gedachte. Het was weer vermakelijk. We hebben weer van hun genoten. Het was duidelijk. Het was vooral in het begin zat er heel veel humor bij. Op het laatst werd het wel maar minder. Vonden zelf ook. Ja, dat kan gebeuren. Maar mensen, uiteindelijk is er één winnaar. Ja. En de winnaar van de klasavond 2019 is een manneke en hij luistert naar de naam Robert Ooms.
Leukste. Hier is hij. Een eerbetoon dat het toe doet in Oeteldonk. Echt waar. De Kletsmajoetel 2019. Jungs Gerrit, meer dan verdiend. Van harte gefeliciteerd. Hij wil wat namen doen. Normaal ben ik dan niet zo van namen te noemen. Nee, ik wil even een paar namen noemen. Er is eentje. Hij wil Arie bedanken voor de tekst. En ik moet volgend jaar terugkomen, dus ik kom ook bij jou toch wel voor de grappen, denk ik. Nee, ik wil Yvonne Michiel bedanken. Michielse bedanken omdat ze mij zo ontiegelijk heeft gestolkt dat ik het echt moest gaan doen. Vervolgens kom ik bij het thuisfront, die moet ik bedanken. Sam, Chris en mijn vrouw Rinske, want die hebben het moeten leien dat ik het allemaal moest gaan doen. Ik wil mijn Nestor en mijn ruggenspreker Jan Rozen bedanken, die mij daar enorm mee geholpen heeft. En mijn fanclub, ja, die moet ik ook echt wel bedanken. Bas en Harry. Jullie schuld is het dat ik hier sta en het is een geweldig gevoel en ik vind het fantastisch, het is heerlijk om te doen en ik ben blij dat ik volgend jaar zelfs terug moet komen. Dankjewel.